Vandaag zijn de spelers op bezoek bij Niels. Niels heeft een zware operatie gehad. En we willen hem eigenlijk ook speciaal vandaag, omdat het ook zijn 16e verjaardag is, een bezoekje brengen om hem zo wat te steunen ook. We vinden het wel belangrijk om supporters die het moeilijk hebben, dat wij hen vanuit KV Kortrijk toch laten weten, desondanks dat ze niet kunnen komen, dat wij er wel voor hen zijn. En dat we op die manier wel ons steentje willen bijdragen aan een beter gevoel op het moment dat het wat moeilijk gaat. Ja, het is belangrijk ook naar de supporters toe, dat wij ook openstaan voor hun, omdat hun ook ons supporten natuurlijk elke dag. En ja, dit hoort erbij natuurlijk. Ja, ik ben in september geopereerd aan mijn been en ik heb nu een lange revalidatie gedaan. En sinds vandaag ben ik eindelijk terug thuis en nu nog een beetje voortwerken met de kine en zo. En dan kan ik hopelijk weer na nieuwjaar komen kijken, want dat mis ik wel. Ja, het was vrij raar om zomaar 3 spelers op bezoek te krijgen. Dat is een goede verrassing. En om die dan hier gewoon in je huis te zien, dat is heel raar, ja. Waarover heb je het gehad met hem? Ja, van alles. Over ons natuurlijk ook, maar ook over zijn operatie, wat hij heeft, zijn revalidatie. En hoe het verder voor hem eruit gaat zien. Vandaag gaan de spelers ook op bezoek bij Jurie Verbeek. Wij organiseren samen met AG Insurance de Keep It Up Challenge, waarvoor wij als organisatie ook een goed doel konden opgeven. En wij vinden het belangrijk om Jurie Verbeek daar ook een financieel steuntje te geven. Dankjewel, bedankt. Merci.